Ik denk dat er in België nog veel te weinig mensen in staat zijn om eerste hulp te geven. Ik denk dat we dat regelmatig ook wel in de media horen. C'est quelqu'un qui sur la route est capable de pouvoir porter assistance à une autre personne qui est en détresse. Omdat je dat niet in het dagelijks leven leert ergens. Mais c'est vraiment une base très utile que tout le monde devrait avoir. Omdat wij onlangs zelf zoiets hebben meegemaakt. Dus dan stonden we langs de kant en konden we eigenlijk niks doen. Alors en Belgique, le nombre de personnes qui font un arrêt cardiaque, on est aux alentours de 30 par jour. Malheureusement, sur ces 30, il n'y en a que 2 qui sont récupérés. De meest voorkomende fout dat mensen maken, is dat ze schrik hebben om iets fout te doen. Waardoor dat ze dan niks gaan doen. Ja, en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ik ben zelf eens een keer, dat was echt een zware valpartij, dat mensen van de brandweer moesten komen evacueren en ik was in shock en achteraf van het ziekenhuis gevoeld. En dan ben je echt wel content op het moment dat er mensen zijn die je dan op dit moment kunnen helpen. De drempel is echt weg om als je echt komt in de situatie. Ik zal waarschijnlijk gewoon automatisch nu de stap wagen. Ik weet niet, als je echt in zo'n situatie zit, hoe je daar reageert, maar ik ga zeker proberen om die mensen te hulp te schieten. C'est une très très belle initiative parce que pour celui qui est novice, il apprend énormément de choses et pour celui qui pense savoir, il apprend encore.